Die pasjes afmeten. Dan vol van effect. Die bal ja, toch bij wat medemaats krijgen. Maar bij Beerschot voorin wisten ze even niet waar de bal was beland. Voorzet van Bakic en van Hamel. Ja, misschien ook wel gehinderd door de zon. En dan gaat die bal binnen. Dan gaat die bal binnen. Is het Onana die met een boogje over de doelman en de laatste verdediger van Beerschot kan koppen. Duwt hij hem in de loop van Jean Onana. En die laat hem één keer botsen. En dan de nekslag. En nog niet echt een prijskaartje heeft ingelost. Bourdain, harde voorzet. En daar Holzhauser, die kon vrij knikken aan de stip. Hij kan die bal niet in de rechterhoek deponeren. Die gaat uiteindelijk nog redelijk ver naast de goal van Koffie. Maar daar waren ze hem even vergeten. Die bal heel zuiver besluiten kon hij niet. Snel uitgeworpen door Van Hamel. Holzhauser is een belager kwijt. De Oostenrijker nog steeds. Je weet Suzuki te bereiken. Die moet iets te ver uitwijken. En dan is de voorzet veel te hard. Rafa Holzhauser, hij kan het. Hij heeft het al bewezen. Gaat hij de bordjes gelijk trekken met een dikke 5 minuten nog op de klok. Hier komt de bal van de Oostenrijker. Te hoog. En geen goed uitgevoerde vrije trap van Rafa. Daar ligt de ruimte bij Tabeku. Da Costa speelt hem perfect aan. Van Hamel komt ver uit en Tabeku krijgt die bal niet binnen. Zal dicht bij doelman Koffie eindigen vermoedelijk. Hier komt die bal. Koffie slaat die bal weg. En dan Sanyang met een mindere aanname. En nu is het gevaarlijk. Nu is het echt uitkijken op de tegenstot. Het is 2-2. Spelen ze bij Moeskroen dit goed uit? Jawel. Het is een loopzuivere counter. Afgewerkt door Serge Tabeku. De twee Cameroeners doen het bij Moeskroen. En een dubbele voorsprong voor de Henegouwers. Een nieuwe opdoffer voor Beerschot. Maar ze gaan nog meer ruimte weggeven in de rug natuurlijk. En dan stijg je ook wel een beetje boven jezelf uit. En dan komen die ideeën misschien wel iets makkelijker. Van den Berg in duel met Da Costa. Da Costa doet het uitgekiend. En daar moest Van Hamel even een voet tussen zetten. Dat was een goede voorzet van Nuno Da Costa. Nog een fantasietje van Holzhauser om uit te verdedigen. Dat was mooi. Mia komt mee. Maakt een trek van 25 meter, de voorzet van Holzhauser en de goal van Blessing Aleke, eindelijk zijn eerste. En we hebben dus hernieuwde spanning, 1-2. Nog een verschil van 1 doelpuntje en nog 5 minuten op de klok. En ook een 14e assist van het seizoen voor Rafa Holzhauser, die voor de rest onzichtbaar was. Maar deze bal, die was aardig. En Le Point laat zich echt wel aftroeven, volgt hem gewoon niet. En Blessing Aleke moet hem niet eens fatsoenlijk raken om Koffie toch te kloppen. Hij duwt hem naast de keeper, Sanyang. In het centrum dan een gedragen bal. Hier is Bourdain. Suzuki. Afgelegd voor Koulibaly, maar die vindt niet het juiste gaatje. Wel nog Sanyang. Uitkijken voor Moeskroen dus om een tweede goal te slikken. En Suzuki kopt hem naast. Te hoog voor Blessing Aleke. En dan was er nog Musashi Suzuki als tweede man die wel bij de bal kon. Maar het was niet evident hoor. Hij moest zich helemaal uitstrekken om die bal nog tussen de palen te krijgen. Maar het wordt toch bibberen. Een bang afwachten voor Moeskroen. De eerste poging tot voorzetten van Holzhauser wordt afgestopt. Dan een voorzet. En daar was opnieuw Suzuki. Geen nieuwe corner. Een doeltrap, zegt Vergoten. Tabeku wordt gewisseld voor Farage. Terwijl we nog eens kijken naar die voorzet van Holzhauser. Voorlopig nog niet al te veel plezier beleefd aan zijn keuze voor Moeskroen. En nu moet hij meteen mee gaan verdedigen. Nog een minuut te gaan. Van den Berg reikt altijd ver. Daar staat ook de doelman van Hamel. En er wordt gescoord. Er wordt gescoord. Het is Radic, denk ik. Is het opnieuw het geval. 2-2. En Moeskroen baalt natuurlijk als een stekker. Want zij geven een dubbele voorsprong weg. Radic met zijn allereerste voor zijn nieuwe werkgever. En dan is dat ver ingooien van Van den Berg toch een wapen. Van Hamel mee in dat duel.
ook wel de armen aan het gebruiken. Dan was ook Bourdain nog in de kleine baklijn in de buurt van de bal. Maar Radic krijgt hij eigenlijk terug via het been van Bourdain nadat hij eerst met het hoofd aan de bal kwam.